hele goede morgen. Het is vandaag vrijdag. En ik heb me omgekleed en klaargemaakt. Want ik heb zo echt superleuke opnames met Nessie. We hebben als koppel een keer opnames. Echt, hebben we nog nooit gehad volgens mij. Nee, nog niet eerder. Maar we hebben dus opnames bij Linda TV. Ik heb vandaag trouwens mijn nieuwe blouseje aan van de Zara. En mijn nieuwe topje ook van de Zara. En ik heb er een witte broek onder. En ik heb gewoon eigenlijk platte schoenen eronder. Ik wil eigenlijk hakken aandoen. Maar het waren meer sandaaltjes. Zeg maar precies in deze kleur van Boohoo. Maar het is best wel koud. Dus dan vond ik het best wel een beetje verschut als ik die aan zou doen. Maar ja, dat dus. En dat een beetje. Ik ga nu richting Amsterdam. Ik ga even een adres invoeren. En Nessim is al in Amsterdam. Want hij had vandaag al best wel vroeg een meeting. En ik meet hem daar. Eindelijk aangekomen. Wel een beetje laat. Want het was vet druk op de weg. Terwijl ik op tijd was vertrokken. Maar ik kan Nessim niet bereiken. Echt irritant. En nu heb ik hier dus helemaal geen bereik. Omdat ik in een garage zit. Oh, hier. Hoi Ness. Hey schat. Waarom neem je niet op? Ik sta straks wel even. Ik ben zelfs eerder dan Nessim gearriveerd. Dat had ik niet verwacht. Maar wat ik dus wel melde. Even mijn parkeerkaartje hierin. En mijn auto. En die heb ik zo nog even nodig. Mijn zonnebril laat ik hier achter. Fuck. Oh. Gaat weinig goed vandaag. Mijn hand zit vast. Oh mijn god, daar kreeg ik dikke paniek aan van. Wat ik wel meld is dat ik laatst dus een parfum heb gekocht van de Zara. En het is zo'n kleintje voor in je tas. En deze ruikt echt zo lekker. Niet normaal. En hij blijft ook echt lang. Had ik niet verwacht van een Zara parfum. Maar deze is echt... Hij doet me denken aan een geur, maar ik weet niet welke. Hallo! Je bent te laat jij, hè? Ja, verkeerd man. Ja, zal wel. Kijk, toilet hier een keer. Zo cool. Ben je nou lekker aan het poepen? Ja. Oké. Okay. Dan moet ik, denk ik, hij en jij zij of zo. Is dat leuk? Ja. Check. Ja, lachen. Andere poos? Nou, oké. Okay. Dan wordt die vandaag. Andere hoek, ook leuk. Ja, is leuk. Ja, top. Wij zijn klaar met de opnames. Het was echt heel erg leuk en was ook echt snel gedaan. Het ging allemaal best wel vlot, Nes. Ja. Dat was ook echt heel erg leuk. Leuke vragen. En hij komt aanstaande zondag al online. Dus waarschijnlijk, als jullie deze video al zien, is die al online. We zitten nu trouwens bij het hotel. En hier is een cafeetje. En ik heb nog niet ontbeten, dus ik ga nu even ontbijten. Want ik heb vandaag niet gevast. Nessie wel. Maar dat kwam denk ik dus gisteren, zoals jullie zagen in de video, vlog van gisteren, was ik dus heel vroeg naar bed gegaan en ja, zodoende. Ik was vandaag gewoon niet mee. Hier Nessie. Wat? Dankjewel. Dus dan weet jullie dat. Jongens, is dit gezond of niet? Ik heb een kipsalade met avocado. Dat heb ik zo lang niet gehad, maar ik heb er zo erg zin in. We zijn inmiddels thuis. Nou ja, zijn we al een tijdje. Ik heb even op de bank gelegen. Het is nog niet heel laat. Als in, het is nog geen eetlaattijd. Het is 7:15. Ik moet heel nodig plassen. Dag! Zo, een paar uur later. Ik heb een beetje een drukke dag gehad. Na het eten. We hebben de mukbang vandaag opgenomen. Eigenlijk ook voor de iftar, maar ik heb eigenlijk vandaag niet gevast. Het was gewoon een, eigenlijk meer een mukbang. En dan voor Nessim wel een iftar mukbang. Daarna is Nessim doorgegaan naar een show. Ik mocht uiteindelijk wel mee, want hij zei van nee, ga niet mee, want het is wel in Limburg en best wel ver rijden. Ik mocht uiteindelijk mee, toen dacht ik eigenlijk wil ik ook helemaal niet mee, want dan moet ik dus, ben ik alleen maar 3 uur onderweg en daarna nog een show. Ben ik thuis gebleven, heb ik mijn pyjama aangedaan. Pyjama day en deze is van S. Ha. Sorry als je nu kijkt dat ik je pyjama niet heb teruggegeven. Maar de planning is dat ik naar Hon ga. En ik denk dat deze camera even thuis blijft, want ja, ik ga niks doen. Thuis van Honey, super gezellig gehad. Het is inmiddels zo 2:30 of zo, best wel laat. En hij is nog 6:00 thuis, hij komt van Limburg. Dus ik ga gewoon even op hem wachten en dan gaan we gewoon samen even slapen. Een hele goede middag. Wij zitten inmiddels in de auto.
Ja, moet ik alweer echt te laten stiggen, 6 uur aan. En wij gaan nu naar België, want we hebben daar een verjaardag van Nesim's neefjes. En daar gaan we dus nu naartoe. Maar ik was vandaag aan het editen en ik zag mijn laatste vlog, dus best wel een korte kant was. Ik dacht, ik pak een halve dag van deze dag mee, want ik wil eigenlijk vandaag niet eens vloggen. En dan heb ik een hele vlog. Yay. Ik heb trouwens mijn nieuwe Zara oorbellen in. En ik weet dat heel veel mensen ze heel raar en lelijk gaan vinden, maar ik vind ze gewoon heel erg tof. En vooral als je zeg maar zo je haar... Ik heb een paastak. Dat bedoel ik. Haar vast heb gedaan aan zulke... Ik weet niet. I feel it. Gewoon, ik zit gewoon in deze vibe. Een beetje... hoe noem je dit? Feeling myself. Nee. Wat, hoe heet het nou? Boho? Boho stijl of zo? Bohemian? Zo? Ja, yeah, I love it. In ieder geval... ja, we zijn onderweg. Wil je nog wat zeggen? Nee hoor, ik heb honger. Ja, en ik heb nu trouwens Kylie op mijn lippen, want ik had laatst een nieuwe bestelling gedaan omdat mijne dus op was. Ik heb nog nooit een liquid lipstick opgebruikt, jongens. Hij was op gewoon. Dus dit is mijn nieuwe. Jongens, ik wil vandaag nog even iets melden. Ik was vandaag opgestaan en ik voelde me echt heel erg slecht. Ik heb natuurlijk mega ramadan, toen ben ik daarna 3 dagen gestopt. Dus ik heb 3 dagen eigenlijk niet gevast. Ik heb nu ook gewoon een koffie hier. Dan weten jullie dat Nesim is gewoon aan het vasten en hij verbreekt eigenlijk zijn vasten tijdens de verjaardag. Maar ik voel me heel erg slecht. Ik weet niet. Ik merk heel gauw aan mijn lichaam dat ik me heel erg slecht voel. En dan zwel ik ook heel snel op. Ik voel weer mijn handen een beetje zijn opgezwollen. Maar het komt vooral door mijn voeding. Dus er zit gewoon een link tussen mijn voeding en hoe ik me voel, hoe mijn lichaam daarop reageert. En dus heb ik gewoon weer besloten om van vandaag gewoon weer volledig keto te gaan. Ja, ik voel me gewoon even slecht en ik wil weer even de goede kant op gaan. Want ik heb me een tijdje echt geweldig gevoeld. Ik weet nog dat ik naar Barcelona ging met Nesim. En dat ik gewoon, ik voel me echt zo lekker. Zat zo lekker in mijn vel. En ook het bewegen, zeg maar. Ja, ik bewoog gewoon veel makkelijker. Ik vind het heel stom. Ik ben natuurlijk nooit obese of zo geweest. Maar je voelt gewoon aan jezelf dat je gewoon wat lekkerder in je vel zit. En dat het allemaal gewoon... net iets makkelijker gaat allemaal en daar wil ik weer naartoe. Ik ben trouwens niet echt heel veel aangekomen, dus ik heb me laatst gewogen. Op mijn lichtste was ik dus laatst 12 kilo is afgevallen, 57 kilo en ik ben nu 59 kilo. Het valt allemaal wel mee, alleen ik zwel heel erg op, dus daar wil ik gewoon vanaf. We zijn aangekomen, ik doe nog eventjes, mijn parfum op. Lekker horen, Nessie. We zijn trouwens echt vet lang live geweest in de auto. Mijn batterij is gewoon leeg. En ja, naar de eerste zijn we eigenlijk al. Bitches. Ik heb cadeautjes van de achterbak pakken. Ik ga stuk. Wij zijn met ons op verjaardag. Oh, ik ga stuk. En Nesim is met de hond aan het spelen. Ik ga stuk. Kom. Zo! Nee, Nesim! Oh my god! Hij vindt het leuk, Kom maar. Leuk hoor, deze ballon. Ben jij 6 geworden, Nasir? Uh-huh. Ja, hè? Nessie mag over een minuutje eten. Oh, lekker, man. Bismillah. En we gaan hier nog grillen. Zo, wij zijn net vertrokken van de verjaardag. Was super gezellig. Een beetje aan de late kant nu. Dus denk ik nu zo rond 11 uur, kwart over 11. Toch even een uurtje rijden. 20 minuten. Uren en 20 minuten. Zo. En ja, het was super gezellig. En wij zijn nu echt kapot. Nou jongens, woe! Wij zijn thuis. Nesim is aardbeidjes voor zichzelf aan het snijden. Wij gaan zo aardbeidjes eten. Nee, dat gaan we doen. Sorry. En daarna gaan wij eigenlijk naar bed. This was our day. Sorry voor de korte vlog, maar ik plak deze waarschijnlijk aan de vorige vlog. En dan zie ik jullie waarschijnlijk morgen weer. Wow.